dat ook weer afgesloten stuk, fase. Ik dacht net, laat ik het zeil even van het pad halen. Hoe krijg ik die er nou weer uit? Hoe lang kunnen ze die beesten in het water houden? Ik noem er gewoon uit. Vissen, zeg maar. Hele goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben moe. Ik ga het gewoon weer zeggen, ik ben gewoon echt moe. En dan heb ik deze om. Gisteren heb ik wel heel veel kunnen doen, maar toch ben ik moe. Ja, ik ga Roos zo ophalen. En oh ja, ik moest de kinderen ook naar school brengen, want leerkrachten hebben bedacht dat ze moeten staken een uurtje. En wiens probleem wordt het dan? Dat van mij. Dus ik snap niet helemaal het context hiervan. Want ik denk dat ook de BSO's en zo, voorschoolse opvang, ook langer gewoon doorgaan. Dus ik snap niet helemaal. Nou ja, goed. Dat is niet. Weet je, ze verzinnen acties, stakingsacties. En nou, oké, laat maar. Ik snap dat ze er geld bij willen. Helemaal terecht ook. Maar niet zo handig. Uurtje later beginnen. Doe dan een uurtje eerder ophalen of zo. Weet je, dan hebben die kinderen ook nog iets aan hun middag. Anyways, ik ga even opschieten, hondje uitlaten en ik zie jullie straks weer. Tot zo. En inmiddels de kinderen naar school gebracht, met Michelle haar schoolboeken weggebracht. Dus ja, we gaan nog maar één keer naar die school toe voor diploma-uitreiking. En dan is dat ook weer afgesloten stuk, fase, helemaal in mijn leven. Want ja, voortgezet onderwijs gaat niet meer voorkomen. Alleen nog maar mbo, misschien hbo. Ja, Michelle wil nog wel verder studeren. We gaan het beleven. Rosa is hier achter me aan het spelen. Oké. Ik dacht net, laat ik het zeil even van het pad halen. We hebben er een vriend bij. Ik weet niet of de kinderen nog in bad durven nu. Kijk, zit hij er nog? Ja, zit er nog. Kijk. Een groene vriend. Krijg ik die er nou weer uit? In ieder geval even het zeil afhalen. Misschien dat hij uit zichzelf dan wegspringt. Die denkt van, is niet echt meer een fijn plekje. Wat ze weer doen? Oké. Oh, help. Ik heb een kikker uit het bad. Kikker, spring. Moet je nu? Ach, hij zwemt in het water. Ah, nee. Hoe werkt dat? Ik vind het ook niet heel lang in het water. Hier. Klim daarop. Dat kan toch niet. Wat doen? Ik durf het niet te pakken. Oh nee, dat durf ik niet. Maar ik moet hem even redden. Ik denk even een plankje pakken of zo. Plankje. Vast voor iets. Zoiets. Dan kan ik hem een setje geven. Oh, nou is hij op de bodem. Hoe lang kunnen ze die beesten in het water eigenlijk? Kom op.
Kom op, kikker. Er zit chloor in. Dat kan ook niet goed voor je zijn. Kikker. Kom nou. Jeetje. Nou, ik denk dat ik even weg ga. Misschien dat hij dan vanuit zichzelf eruit spreekt. Ja, Bella, we hebben een kikker. Die zit niet hierop. Ik denk, dan help ik hem even eruit met de stok. Maar hij wil niet. Misschien gaat hij er zelf uit. Ik hou niet van kikkers. Zeker niet in mijn zwembad. Nou, zo even kijken of hij eruit gaat. En anders even... Ja, ik heb geen schep net ook. Misschien durft Steven net. En als met de emmer. Ja, ik kan hem met de emmer eruit halen, toch? Hij is op de bodem, dan kan ik hem dus niet pakken. Dus ik moet even wachten tot hij weer aan de zijkant gaat zitten. En dan kan ik hem pakken. Dus ik hou het even in de gaten. Ik zal even laten zien. Er zijn pakketjes binnengekomen. Ik zal even laten zien wat ik heb besteld. En een mes om het te openen. Dat gaan we even doen. Zo. Zit er lekker. Allee, het eerste pakketje is dit. Ik had toch een microfoon besteld, maar die kun je dus helemaal nergens op neerzetten of zo. Dus ik heb zo'n arm en die kun je dan aan het bureau bevestigen. En dan kun je daar die microfoon in doen. En dan kun je zo je stem opnemen. Of een gameplay, voice-over maken of zo. We moeten nog even zien wat we ermee gaan doen. Tweede pakketje. Ja, dat kwam ik op internet tegen. Maar ik maak hem echt van de bodem open. Want die vind ik er binnen. En dit. Zit ook dit en dit bij. Geen idee wat het is. Maar dit is dus een ontvetter. En dit is een ontkalker. En ik zag dus... op een video dat je hiermee je badkamer heel goed schoon kan maken. En nou is mijn douchecabine echt zo onder het kalk. Dat was hij altijd al. En ik wil gewoon een keer een shiny badkamer. Dus ik dacht van laat ik het gewoon proberen. Het schijnt ook echt meteen schoon te worden. Je hoeft niet te boenen. Dit zijn sponsjes trouwens. Het zijn geen, ja, het zit wel een ruw oppervlak op. Maar het zijn geen schuursponsjes. Niet mee verwarren. Want anders maak je helemaal krassen in je douchecabine. Dit is een ander soort spons. Waarmee je dus je douchecabine wel kan boenen. Zonder krassen te maken. Zit er gratis bij. Ja, Evica. Ik ken het ook niet. Dus ik ga het uittesten. En ik laat jullie wel weten of het iets is. Niet gesponsord overigens. Ik vond het op YouTube. En toen drukte ik op die... Toen drukte ik dus op die videolink. Of op de website. En toen dacht ik, oh, oké, zulke grote flessen en zo... Ik ga het gewoon even uit. Ik voel het wel even ruiken. Kan ik dat ook nog even vertellen aan jullie? Of het lekker ruikt. Ruikt goed. En die andere. Oh. Die stinkt een beetje. Ja, weet je. Als het maar werkt. We gaan er nou weer met een lekker geurtje over hebben. Ik vind het belangrijk dat het werkt. Zo. Dat vind ik belangrijk. En niet dat... Oh ja, zal je zo even kijken wat hierin zit. Dit. Is het nou snoep of wat is het nou? Ik durf het niet in mijn mond stoppen. Ik doe het even terug. Oh, het zit echt in de richel van mijn tafel nu. Hier. Oh jee. Wat is dit? Anijs Flavigny. Ik denk anijs. Wat moeten we met anijs? Voor schoonmaakmiddelen. Beetje raar. Oh, er zit een briefje bij. Beste Janneke, dankjewel voor je bestelling. Voor een optimale werking van de producten wil ik je graag adviseren de instruction
Instructies uit de video op de site goed op te volgen. Met vriendelijke groet Joop Niezen. Ik zou het fijn vinden als je er review op mijn site achterlaat. Want het helpt anderen bij het maken. Oh, andere klanten bij het maken van hun keuze. Dat vind ik een goeie. Doen we. Gaan we doen. Niet nu. Inmiddels zijn we weer thuis. Heb ik al eten gekookt? Meteen maar gedaan. Zit ze aan de Enzo Knol te kijken. Minecraft. De Groza te chillen. En Steven ligt gewoon te slapen. Maar Tim is Minecraft aan het spelen. Echt, zitten hier monsters in dan? Ja. Hier komen ook wel kerstjes. Echt? En Bella ligt hier. Ja. Ook te chillen. Wat een chill leven hebben we hier. We eten macaroni. Wie wil de sla? Ik. Kaas? Ik. Maar dat ga ik niet weer zelf doen. Er zat echt zo'n berg op het kaas. Oh ja, nou. Wil je ook kaas, Tim? Ja. Ja? Gaan we doen. En het is weer tijd om naar huis te gaan. Ik lek weer dikker. Ja, Tim staat de stoel te likken hier. Eeuw, nu zit hij mijn adem te likken. We gaan naar huis. Heel snel. Echt snel. Ja. Als de bliksem snel. Ja, niet zo lang. Ik ben weer thuis. En ik ging even kijken of onze ongenodigde gast nog steeds in het zwembad zat. En ik heb nu dit even gepakt. Ik ga kijken of ik hem hiermee eruit krijg. Steven zit in een game. Er zit League te spelen, dus die kan er niet uit. En ik ga kijken of ik hem hiermee eruit kan krijgen. Ik probeer het te filmen. Kijk, daar zit hij. Ik moet hem er gewoon uit vissen, zeg maar. Beetje zo. Ja, spring er maar op. Jo. Het werkt ook allemaal niet natuurlijk. Ik moest een schep net hebben. Die kon ik net bij Agnes meenemen. Heb ik dat niet. Het is een soort net dit. Dus ik zou hem kunnen. Ha! Kijk hem. Zo. Ha! Gelukt. Bye bye. Niet meer in mijn zwembad, hè jij? Niet meer in mijn zwembad. Goudzeil dicht. Nou, niet dat dat veel geholpen heeft. Waar sprong je nou heen? Ik zag hem. Oeh. Hij is wel een beetje eng hoor, die kikker. Het is echt een... Er zitten hier zoveel kikkers. Net erover. Een beetje geluk komt hij er niet nog een keertje in. Zo. Hoppakee. Even recht trekken. Hops of laps. Jemig. Echt eng. Kikker weg, Bella. We hebben hem eruit gevist, hè? Ja. Zit hier dus steeds allemaal kikkers hier. Van mijn moeder. Oh, zie hem gaan dan daar. Hij klimt in de schutting. Dan neem misschien met de buren ook een badje. En weg. Even alles opruimen. Kerel. Ja. Tegen Steve zeggen dat de kikker al weg is. Ja. Troy. Oh, Bella. Jaloers. Nee. Doe lief voor elkaar. Nee? Echt. Oké. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig of die schoonmaakmiddelen werken.
Ik heb net even die video zitten kijken, welk middel ik eerst moet gebruiken. En ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon douchecabine insoppen. Ik moet wel even zorgen dat ik schoenen aan mijn voeten krijg of zo. Want ik weet niet hoe agressief het goedje is. En aan mijn handen voel ik het snel genoeg. Ik heb geen handschoenen in huis. Dus ik heb geen idee of dat moet. Nee. Er zit water in. Gadver. Weet je, laat ook maar. Ik doe niks aan mijn schoenen, aan mijn voeten. We gaan gewoon... Oei, ik moest ook een droge doek. Ook even pakken. Neem deze wel. Die is ook wel handig. We gaan het gewoon even proberen. Oké. Let's do this. Kijk, het is één doffe ellende. Mijn douchecabine. Het is echt erg gewoon. Dus we gaan kijken of dat spul, kijk, daar verandering in kan brengen. Dit is het voor. We gaan eens even kijken hoe de after eruit gaat zien. Wat ik zo knap vind, dat hier nu telkens mensen langs zijn gelopen. Niemand die die deken even mee naar boven neemt en niemand die die wasmand even naar boven neemt. Echt, je moet je nek breken om er langs te gaan. Daar kan ik me dan echt over verbazen. Hoe laat is het eigenlijk? 10 uur. Tijd om mijn bed in te duiken. Ik heb net de badkamer helemaal schoongemaakt. Ik ga bel even uitlaten. En bij deze sluit ik de vlog ook af. Ik heb een aparte video gemaakt van de badkamer schoonmaken. Die zullen jullie ongetwijfeld al online hebben zien verschijnen. Zo blij met dat schoonmaakspul van Evica. Niet gesponsord, echt niet gewoon. Maar gewoon heel blij mee. Vond je het een leuke vlog? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer ik aan, hier een bolletje. Hier zijn nog 2 schermpjes die je misschien ook leuk vindt om te kijken. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zie je allemaal weer morgen in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks. En als je dit in de ochtend kijkt, wens ik je een hele fijne dag vandaag. Doei doei!